echt gewoon zijn opgelet. Doordat in zo'n beeld krijg je ook vaak een vertekend beeld. Ook Henao zit bij die achtergrond als Chibera van Emmet en Oshantini. En Betancourt die ook nog ploeg. Ja, als ze daar naar de week komen straks, gaan ze goede papieren moeten hebben. Ja. Als ze voorop blijven, hebben ze heel veel te danken aan deze Radio Hersendaal. Ik zie die Betancourt er straks nog van toegelet op geven. Zit al te kijken. Ai, en nu? Ai. En nu? Dat is een ander paar mouwen. Dat is een probleem. En nu Ilitski. Dat is een probleem. Rodriguez gaan. Waar gaat Rodriguez? En dat is met een serieus mes. En nu? En nu, meneer Valverde. Hoe zit dat? Hier gaat je hulpje van meneer. Maar ondertussen is dat wel een kanjer geworden. Het is Carponi die meegaat. Het is Carponi die probeert Rodriguez bij te benen. Maar dat gaat niet zo evident zijn. Hè? Want dan is ondanks zijn klein duimpjesgestalte een hele grote seigneur. Hè? Is wel van ver gegaan. Hè? Is wel van ver gegaan. En dat hij haar niet te snel plafonneert. Het is nog een eindje. Het is nog een kilometer. Hè? Binnen de laatste kilometer, ze zijn de kilometer voorbij al een stuk. Hij heeft zich wat laten opjutten misschien, Valverde, wat doet hij? Heeft hij alles in die ene poging gezet om Gilbert te liquideren? Daniel Maarten daar. Rodriguez, nog eens op de trappers lopen en kan Martin dichterbij komen? Ja, die is op komst. Die is op komst. En je weet, als je iemand in het vizier hebt, degene die volgt is altijd in het voordeel, maar hij moet er wel bij, hè? Hij gaat er naartoe. Hij moet er wel bij. Hij gaat er naartoe. Daar komt hij. Ja, het is een Ier, hè. Het is een Ier, hè. Die heeft wat van Kelly, hè. Nooit afleden, hè. En die komt er met verven op af, hè. En nu, droppen erover, of aan het wiel blijven plakken. Scarponi, Valverde. Valverde nog eens even profiteren, maar dat is ook van Scarponi. Maar de anderen zijn al redelijk ver, hè. Daar staat 300 meter, 500 meter. Nog 500 meter. Een paar mannetjes die over de afsluiting gesprongen zijn. Wat doet Betancourt? Wat doet Betancourt? Ja. Het is een wedstrijdrijk aantal jassen, geen van de coureurs, dat verstaan. Scarponi bepaalt daar het tempo. Ik denk dat Valverde zijn eindschot aan het laden is. Daar gaat Martin, die probeert Rodriguez eraf te schudden. En dat gaat ook nog lukken. Dat gaat ook nog lukken. Hij neemt een lengte of twee. Hij neemt een lengte of drie. En gaat Rodriguez hier andermaal tweede worden? Het is van dat. Het is van dat. Hij is met andere woorden te vroeg aan de job begonnen. En Daniel Martin, dat zou nogal wat zijn. Hè? En hier winnaar in Luik-Bastenaken-Luik. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hè? Maar het is wel zo. Hier is Daniel Martin. Die heeft dat fantastisch. Fantastisch gespeeld, goed gezien, slim bekeken en sterk geëindigd. Hij wint, Luik-Bastenaken-Luik. Rodriguez tweede, die is rond ontgoocheld. Valverde wordt ongetwijfeld derde, dan zei Betancourt. Nee, die is vierde, Scarponi vijfde. Dan komt Hesjedal, daar komt Gilbert er nog over. Gilbert wordt dat dan voor een zesde plek. Nee, Gasparotto, die is nog rapper dan Gilbert. Gilbert is zevende. En dan Hesjedal en dan Rui Costa. En die dacht ook Gerrits als tiende over de streep gezien te hebben. Hier is Van Hendert. Hier is spannend. Rodriguez trappen van hem.